En we besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. Gedurende de avond en nacht zijn er enkele lichte buien te verwachten, voornamelijk in het zuidelijk deel van Suriname. Tegen het einde van de nacht kan er lokaal nevel of mist ontstaan, vooral in bosrijke gebieden. Morgen gedurende de dag kunnen we in het kustgebied lokale lichte buien verwachten. Windstoten zijn niet uitgesloten. De meteorologische dienst waarschuwt dat het langs de kust af en toe winderig kan zijn met 40 tot 50% kans op enkele windstoten.